Goedemorgen vanuit onze camper Joey. Het is nu 7:30 en ik ben al 2 uurtjes wakker. Joost is echt pas net wakker. En gisteren was het echt bloedheet. De gevoelstemperatuur was 43 graden. En als je onze vorige video hebt gezien, dan heb je ook gezien hoe dat er dan ongeveer aan toe gaat als het zo heet is op de boot en alles. Maar we vonden het leuk om jullie eens eventjes een dagje mee te nemen als wij gewoon een normale dag hebben, zeg maar, met onze camper. En we werden dus net wakker van de regen en eigenlijk is dat echt zo lekker als het dan ook warm weer is geweest. Kijk, het is nu gewoon lekker aan het regenen. Mijn spulletje is allemaal lekker nat. Het bed is zelfs nat. En dan kijk wat ik vandaag, de temperatuur is lekker. Ja. Het regent dus helemaal naar binnen, dus heb ik dus met een andere handdoek. Ja, het gordijntje zo vastgemaakt. Het gordijntje hier vastgemaakt. En nog even een update over de beeldjes. Want ja, die vorige video stond helemaal in het teken van onze beeldjes. Ja, het jeukt nog steeds. En ik had al meerdere berichtjes gekregen dat het wel 1,5 tot 2 weken kan duren voordat het weg is. Dus zijn we daar blij mee? Nee, maar Absoluut niet. Bij mij gaat het wel echt beter. Ja, het gaat wel beter. Ik voel het echt minder jeukerig en, ja, maar en mijn oor. Het is nog niet weg. Gaat ook goed. Oké, top. Dus bedankt voor alle verontrustende berichtjes en tips. Ja. Maar gaan we die B1? B1 ja, hier, veel mensen zeiden dat hier je B1, 00. Stil nou even. Dat je tegen muggen vitamine B1 moet slikken, want dat vinden muggen heel vies. En dat kan dus heel goed helpen. En mensen zeiden ook tijgerbalsem, dat het goed is om erop te smeren als je al beeldjes hebt. Nou, en nog wat middeltjes. Oké, tijd voor koffie. En Joost drinkt geen cafeïne meer, dus we hebben decaf. En dat is dus gewoon zo'n poedertje. En daarnaast hebben we dan almond milk en dan de barista versie, want die kan je dan makkelijk opkloppen. Die doen we even hierin, opkloppen. En dan even water koken in onze fluitketel. Melkje opwarmen. Nou, en dan heb je zo koffie. Ik weet niet of je het hoort, maar iedere keer als die melk aan het opkloppen is op die manier, gaat de bus een beetje heen en weer. En dat heeft een raar geluid, waardoor ik altijd denk dat de buren denken dat wij iets anders in de bus aan het doen zijn dan melk maken. Zo, dat ziet er al wel goed uit. Proost. Dit is dus een beetje ons ochtendritueel, hè? Eerst wakker worden, koffietje. En dan gaan we eens bedenken wat we die dag gaan doen. Vaak zijn we op plekken waar je van alles kan en moet en wil doen. Zo zijn we bijvoorbeeld nu nog op Arley Beach. Eigenlijk de plek waar we ook waren, waar we op de boot naar de Whitsundays gingen. Dus hier hebben we eigenlijk alles al gezien. Dus we gaan vandaag weer door. Ja. En we hebben nog 1,5 week te gaan. En we moeten nog ongeveer 700-800 kilometer rijden, zeg maar, voor het verste punt. Dat is boven Cairns, naar Cape Tribulation gaan we. Maar we hebben net besloten dat we vandaag, want er is niet heel veel te doen hier in de buurt en in de komende, nou ja, zeg 100-200 kilometer, dat we doorrijden naar Townsville, hè? Ja. Dat is ongeveer 250 kilometer rijden. Ja. Want het is toch regenachtig en mamma, en we moeten die kilometers toch een keer maken. Ja. En in Townsville, ja, het schijnt een gezellig stadje te zijn. En vanaf daar kan je naar Magnetic Island. En daar zitten de meeste koala's van heel Australië op één eiland. Oh, chill. Kijk, hier, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar daar, dat eilandje, dat is dus Magnetic Island. En dit is dus de app Wikicamps. En hier kijken wij dan dus altijd op. Ik heb hier bijvoorbeeld één dingetje een hartje gegeven, een camping. Daar willen we dan naartoe, want die is gratis. En we hebben nu best wel veel weer betaalde nachten achter elkaar gehaald. Dus we zijn wel weer even toe aan een gratis plekje. Ja, we zitten hier en dan echt gaan we morgen camp naar dat Magnetic Island. En daar kun je dus super mooi wandelen en koala's zien. En ja, nice. Dus ik hoop dat het dan droog is. Althans, regen is ook wel lekker met deze temperaturen, maar droog wandelen is toch wel weer net iets lekkerder. Ja. Nou, we gaan koffie drinken en dan maar zo eens klaarmaken voor vertrek. Om bij te douchen en dan de bus inpakken en dan gaan we weer rijden. Ja. We hebben zin om te rijden. We hebben 3 dagen, 4 dagen niet gereden. Oh, hoe lang? Kan ik het nog? Wie weet. Zo zie ik het graag.
Ja, even nog snel afwassen, want het is 9:30 en om 10:00 moeten we verhuizen. Ja, zo grappig dat je bij campings ook moet, zeg maar, uitchecken. Ze zeggen allemaal, je moet voor 10:00 meestal, hè? Ja, 10:00. Maar dit is trouwens onze camping. Best wel mooi. Kijk, er staan allemaal daar, allemaal busjes zo onder de palmbomen. Hier een hele grote campkitchen met barbecues, afwas. En overal beestjes. Overal vliegen hier vogels. Echt tot vervelend toe, hè, die vogels. Ja, die vogels zijn wel... Die beginnen 's ochtends om 4:30 beginnen ze al te kraaien, te roepen, te schreeuwen, te alles. Nou ja, en je hebt gezien, we slapen gewoon met alles open. Dus dan ben je gewoon wakker. Maar het is wel grappig, want iedereen slaapt eigenlijk met alles open. Kijk hier ook, alles lekker open. Iedereen doet echt alsof ze op de camping zijn. Ha, en dat zijn we ook. Gaat goed? Jazeker. Oké, laatste spullen in de auto. En dat is altijd een redelijk gepuzzel. Dat zullen we even laten zien. Kijk, want de tafel staat hier en de servies en de watertank en het draad en nou ja. En we hebben al een paar keer gehad dat we dan wegreden en dan hoor je zo dat alles zo even zijn plekje zoekt. En we hebben ook al wel een keer gehad dat bijvoorbeeld dan die draad nog erin zat. Waren we net op tijd om die nog eruit te halen. Gewoon dom. Ja, dus nu klepje dicht en alle ramen zijn dicht. Yes. Nou, dan kunnen we gaan. 3:40 naar Townsville. Let's go. Maar we moeten eerst nog eventjes tanken. En? Gas. Nieuw gas fixen. Ja, dus dat gaan we even snel doen. Running out of gas. Zo, ook nog even het raampje schoon. Hoppa. Wat trouwens gewoon een goede tip is. Kijk, achter Joost zie je de prijzen van de benzine hier. En we hebben dus een app. Op ons telefoon waar je kunt zien waar je de goedkoopste benzine kunt krijgen. En dat heet geloof ik Fuel Map Australia. En bij dit tankstation was het dan bijvoorbeeld 1,33,9. En een tankstation hiervoor bijvoorbeeld dan 1,37,9. Dus daardoor bespaar je dan al snel een paar cent per liter. Dus ja, dat is zeker een handige app. Dus. Het is in 4,5 week de eerste keer dat we dit gaan bijvullen, dus we weten ook niet precies hoe het werkt, maar volgens mij is het heel makkelijk. Blijkbaar toch niet zo makkelijk, want in deze winkel kunnen ze dan maar niet die van ons bijvullen, dus we moesten even naar een andere winkel. We hebben toch een activiteit van vandaag. Nou, hè? Jee, het is gelukt. We hebben net betaald, $19, en dan hebben we weer een nieuwe gekregen. Dus dat is top. Kunnen we weer lekker koken. Nou, we dachten dat het voor elkaar hadden, maar die tank past dus niet hier in dit vakje. Dus Joost moet hem nou weer omruilen voor een andere. Hopelijk past die dan wel, want anders wordt dit nog een hele dagtaak. Nieuwe poging. Nieuwe ronde, nieuwe kant. Ja. Have a good day, guys. Yeah, thank you. No worries. Jee, deze past wel. Oké, dan gaan we nu heel snel de auto in en rijden. Oké, dit hebben we dus al meerdere keren gezien. Mensen die dan fietsen hier in Australië. En dat gaat dus gewoon langs de snelweg. Want dit is dus hier de snelweg. Maar ik zou het zelf niet durven, hoor. Nee. Echt doodeng.
Australische dorpjes zien eruit zoals dit. Een beetje voor ons, ja, gevoel industrieterreinachtig. Heel veel dingen die gesloten zijn. Gewoon best wel rustig op de weg. En eigenlijk één zo'n soort straat door een dorpje heen waar dan alles op is. En ja, niet heel spannend. Nog anderhalf uur. Yay. Wow, Joost stopte in één keer. Nou, hij zei, we moeten omdraaien. Ik zei, wat is er? Hij zei, ik heb een kraampje gezien met mango's. Oké, dus we gaan even kijken. En hier is dus een hele tray voor $10. Dat is dus €6. En wij hebben van de week $2 voor één mango betaald in de supermarkt. Oftewel, dus echt mega goedkoop. Dus daar gaan we eens even een treetje van meenemen. Ja, toch? Ja, zeker. Heb je een goede gezien? Zo, het is warm. Wat zei je? Wat neemt die dan? Die je nu in je hand hebt. Hij twijfelt nog. Kies nou, het duurt veel te lang voor de video. Ja, we zijn gewoon best wel hard. Ja, dat is dan maar op hoop van zegen. Oké, centjes erin. En dan kunnen we weer gaan. Ook, want we fikken dus echt achter dit raam weg. Want we zitten dus allebei met blote benen. En de gevoelstemperatuur is op dit moment weer 43 graden. En ondanks de airco is het dus best wel heel heet. En ik zei net al tegen Joost, eigenlijk is het best wel een luxe dat we gewoon nu met die warmste uren van de dag in de auto in de airco kunnen zitten. Want het is anders niet te doen. Maar goed, wij gaan zo... je draait de airco ook uit nu, of niet? Oh. Maar we gaan zo even in Townsville kijken. Hoe laat is het inmiddels? 4:15. 4:15. Gaan we eens even kijken of dat een leuk stadje is. Of we daar dan nog wat langer willen blijven nadat we dan morgen naar dat eiland zijn gegaan. Dus ik hoop het wel. Het zou leuk zijn. Oké, we zijn snel praten, want we staan in de zon. Snel, snel, snel. Zo heet hij niet, man. Kom. We gaan even lekker een rondje lopen. Het ziet er tot nu toe echt heel rustig uit en ook wel een heel klein stadje, maar nou, wie weet is het gezellig. Kijk, dit schijnt bijvoorbeeld een heel leuk straatje te zijn. Daar werden we getipt door jullie, maar er gebeurt nog vrij weinig tot nu toe. Alle vijf, borreltijd. Oh ja, niemand houdt hier van de borrel. Er is tot op heden nog niet heel veel te zien in dit stadje, maar dit is wel een hele vette muurschildering. Hé, hey, er wonen 165.000 mensen in dit dorpje, hè? Maar heb jij ze gezien? Nee. Ik ook niet. Ik heb echt het gevoel dat we niet zijn uitgenodigd op een bepaald feestje waar iedereen is. Een nationale feestdag. Nou ja, echt. Omdat er iets gaande is. Het is echt uitgestrooid hier. Een beetje een raar sfeertje hangt er. Ja. Nou, hier aan het strand wordt het wel iets beter, hè? Het wordt wel mooier, maar... Het blijft heel angstvallig stil hier. Het is wel echt heel mooi. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Maar het is mooi. We zijn even de auto uitgegaan. En kijk wat je daar ziet. Dat vierkant. Dat is dus voor de kwallen vooral en andere dieren. Dat je daar dus vooral veilig kunt zwemmen. En dat hebben we pas de laatste paar dagen, zeg maar, hoe hoog we komen. Ja, daar is het ook zeker mooi. En dat is dus Magnetic Island en daar gaan we dan morgen naartoe met de boot. En wat ik dus net zei over die netten, hier staat dus een heel information point met alle kwallen erop. En dan staat er dus zelfs bij sommigen van als je dus gestoken bent, kijk, dan moet je dus het alarmnummer bellen, zo gevaarlijk zijn ze. Hou maar niet het water in, hè, als je dit zo leest. Ja, het kan wel, maar wat ik dus net al zei. Bij sommige kwallen moet je dus direct het alarmnummer bellen. Dat... Ja, maar de grootste kwal ben jij. Nou, lekker dan. Doei. En net toen we dachten, wat gaan we nou doen en wat moeten we nou? Want ja, het stadje valt een beetje tegen en aan het strand konden we ook niet echt een lekker plekje vinden. Dan zagen we in één keer dit. Tadaa! Een rockpool. In heel veel steden hebben ze dat, of plaatsjes.
En dan kun je gewoon lekker zwemmen. Kunnen we straks hier lekker douchen. Nou, helemaal top. Ik ben helemaal blij. Fiora iets minder, want ik zeg, ja, dan moet je wel mee gaan zwemmen. Dus ja, maar dat is zo'n gedoe. Dan moet ik weer omkleden. En waarschijnlijk weer een vrouwen dingetje. Maakt niet uit. Ze is er wel aan het omkleden. Dus ik heb begonnen. Dus we gaan lekker eventjes zwemmen. We zijn weer even een stukje teruggereden op de boulevard. Het is nu 6:30 en de zon gaat nu ook echt onder. Dus we moeten koken, want anders is het donker. Dus dat gaan we dan nu ook even snel doen. Ja, dan moeten dus al die spulletjes weer eruit. Super fijn. En dan gaan wij gewoon zo meteen even hier in het gras zitten. En dan kunnen we een beetje naar de zee kijken. Terwijl we lekker een wrappie eten. En hoe bevalt het nieuwe gas? Ja, lekker. Hij doet het weer. Goed gas? Nou, gas erop. Kijk, we hebben dus wraps met dit lekkere prutje. Veel groenten, jackfruit, allemaal bonen, avocadootje erbij. De koelkast is wel ingestort. Oh nee, de koelkast is ingestort? Ja. Wat gebeurt? Ja, dit rekje is helemaal ingestort. Te hard gereden? Ik denk het wel. Oh. Ik had gereserveerd. Front row. Nou, sorry. Kijk dan eens. Nou, mooi hè? Nou, dat is toch heerlijk? Oké, okay, het romantische diner is voorbij. En we gaan nu naar onze slaapplek voor vanavond. En we gaan dus slapen op de parkeerplaats van het BP, van het tankstation. Hier rondom dit dorpje zijn vrijwel geen plekken. Ja, een half uur rijden hier vandaan is één. Maar we willen morgen dus naar Magnetic Island. Dus we willen eigenlijk in de buurt slapen. Maar we gaan dus op een BP tankstation slapen op de parkeerplaats met allemaal auto's. Of in ieder geval met allemaal trucks die daar wel mogen staan en auto's. Een beetje getolereerd en het schijnen heel veel backpackers te doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken vannacht. En dat we niet in één keer wakker worden gemaakt door een gekke trucker die de vlam in de pijp heeft. Maar we gaan het zien en we gaan jullie nog even meenemen er naartoe. We rijden dus nu in het donker en Joost zei net tegen mij. Dit is pas de 4e keer in 8 weken, dus ook toen we nog die andere bus hadden. Dat we in het donker rijden. Want eigenlijk proberen we altijd voor het donker ergens te zijn. Omdat ze hier ook gewoon echt afraden om in het donker te rijden. Vanwege alle kangoeroes en zo die kunnen oversteken en die je dan kunt aanrijden. Maar in het donker, het is nu 6:50, hè? En het is pikken donker. Ja, oké. Okay. Maar toch, we rijden wel in het donker. Ja, maar ja, ja. Dat kwam, dat wilde ik even vertellen. Bij dat tankstation, dus die overnachtingsplek waar we naartoe gaan, daar mag je niet koken, omdat dat natuurlijk een soort van open vuur is. Dus moesten we eventjes net ergens anders koken. Normaal koken we eigenlijk altijd wel op het plekje waar we gaan slapen, maar dat mocht dus niet. Dus nou, dan doen we dat ook braaf niet. Oké, okay, we zijn aangekomen bij het plekje. En er staan al wat andere busjes, dus dat vinden we altijd fijn. Anders durven we nooit ergens te gaan staan. Er staan trouwens ook super veel vrachtwagens, maar dat is op een ander stukje. Daar zo. Ja, dat is daar. En het is wel echt fucking licht, hè? Ja, er zit wel heel veel licht. Maar we hebben gewoon goede gordijnen, dus dat is prima. Ja. Dus zet hem gewoon onder deze lantaarnpaal. Die heeft geen... Oké, deze lantaarnpaal is kapot. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Maar deze lantaarnpaal is redelijk fel. Oké. Nou, we gaan hem even uitpakken en dan lekker liggen in bedje voordat er alle muggen komen. Ja, het is nu dus nog 31 graden. Feest. Lekker zeg. Oké, wij gaan ons lekker insmeren met muggenspul. En dan gaan we snel naar binnen, want er zijn echt heel veel beestjes. Echt alweer lekker. En dan gaan we nog even lekker serie kijken. En dan is het alweer tijd om te slapen. Dus we hopen dat jullie het leuk vonden om een dagje te zien hoe het gaat bij ons in de camper. En... Maar altijd sluiten wij zelf de dag altijd af met een cijfer. Die we altijd in bed. Dat is waar. Ik vond vandaag... Ik vond niet zo heel spannend. Medium. Dus ik zeg 7,5. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Sorry dat we jullie niet hebben mee kunnen nemen op een 9 of een 10. Maar... Volgende keer weer. We weten gewoon niet wat de dag gaat brengen. Nee. Nou, oké. Adios. Doei.